Als jij kinderen wilt krijgen, hoe heet hun dan? Goedemiddag, ik ben Marije Matteo, ik ben 10 jaar. Ik ga vandaag Seven Alias interviewen en ik ben voor één dag Phoenix supporter. Kom mee. Goedemiddag, heb jij Seven Alias gezien? Je bent op zoek naar hem. Goedemiddag, heb jij Seven Alias gezien? Seven Alias? Ik zal even afschrijven, oké. Goedemiddag, hoe gaat het met je? Het gaat hartstikke goed met mij. Hoe is het met jou? Het gaat best wel goed. Seven, ben je klaar voor mijn radio? Ik heb een paar vragen opgeschreven. Wil je die beantwoorden voor mij? Tuurlijk. Waarom is jouw artiestennaam eigenlijk Seven Alias? De eerste drie letters van mijn naam, dat is S-E-V. En mijn geluksgetal is nummer 7. En alias, heel veel mensen spreken me met verschillende namen aan. Dus om al die namen te vervangen hebben we gewoon alias erachter gezet. Weet je al hoe je een nieuw liedje gaat heten? Nieuw liedje niet. Ik heb wel een nieuwe EP die af is. Picasso gaat die heten. En we zijn nu hier bezig voor het Gate 17 album van Rotterdam Airlines. Dus dat zijn de projecten die er gaan komen van mij. Wanneer komt hij uit? Voor beide projecten zijn er nog geen release datums bekend. Wat gaat er door jou heen tijdens een optreden? Tijdens mijn optreden krijg ik niet altijd alles mee wat ik aan het doen ben. Omdat er gebeurt heel veel. Je bent aan het rappen. Je moet contact maken met het publiek. Je moet contact maken met je backup artiest. Dus je bent heel veel dingen tegelijk aan het doen. Dus soms krijg je niet alles mee, maar ik probeer gewoon zoveel mogelijk te genieten, man. Wat is jouw doel met rappen? Voor mij is het niet echt een specifiek doel dat ik heb, man. Ik probeer gewoon steeds mezelf te overtreffen. Dat snap ik. En hoe oud was jij eigenlijk toen je begon met rappen? Ik denk dat ik wel wat jonger was toen ik de eerste keer rapte, zeg maar. Maar toen nam ik het nog niet echt serieus. Misschien was ik toen 15 jaar zo ongeveer. Ik ben nu 20 jaar, dus dat is 5 jaar terug. Dankjewel. Wie is jouw voorbeeld? Ja, ik heb niet echt een voorbeeld, man. Maar wie ik wel tof vind is Kodak Black. Dat is een Amerikaanse artiest. In Nederland vind ik Kevin heel tof om dat te luisteren. En Jonah Fraser. Die vind ik ook best wel goed. En met wie werk jij het liefst samen? Ja, ik denk gewoon met de jongens voor Rotterdam Airlines. Omdat ik die jongens gewoon het beste ken. En dan maak je ook wat makkelijker muziek, denk ik. Hou jij rekening met kinderen, bijvoorbeeld met heel veel schouderwoorden, net als Boef? Kijk, weet je wat het is? Ik hou niet in elke track rekening met kinderen, maar ik hou wel over het algemeen rekening met kinderen. Dus ik zorg wel dat als ik een album maak, dat er wel een liedje is wat kinderen kunnen luisteren, waar hun ouders bij zijn zonder dat ze geschreeuwd worden, begrijp je? Oké, mag ik je ook een paar persoonlijke vragen stellen? Waar koop jij eigenlijk je kleren? Ik koop heel weinig kleren, man. Ik word gesponsord door Nike, dus ik krijg mijn kleertjes opgestuurd. Ik heb nog een vraag. Wil jij op mijn YouTube-kanaal abonneren? Ik heb zelf geen YouTube-account helaas, maar anders zou ik zeker op je abonneren, man. Wil je eigenlijk wel kinderen? Ik denk het wel. Ik weet nog niet wanneer en ik weet nog niet hoeveel, maar ik denk het wel. Als jij kinderen wilt krijgen, hoe heet hun dan? ik weet nog niet hoeveel kinderen ik wil krijgen en wanneer ik kinderen wil krijgen. Dus ik weet ook nog niet hoe ze heten. Hoe moet je een goede rapper worden? Ik denk dat je gewoon heel veel muziek moet maken en heel veel moet blijven ontdekken, leren van mensen. En op een gegeven moment dan ga je je eigen weg vinden in het muziek maken. Ik denk dat je zo'n goede artiest wordt. En het vooral dicht bij jezelf houden. Dank u wel voor deze vragen. Ik wil je eerst nog even wat leren. Let's go, dan. Ah. Fijne dag. Ja, ook, man.